Een hele goede avond en welkom bij een speciale uitzending die geheel gewijd zal zijn aan de mantelzorg. Want onbezoldigd iemand helpen in de familie of misschien wel vrienden, ja, dat verdient natuurlijk om even in het zonnetje gezet te worden. En dat doen wij het komende uur dan ook. Wij gaan in gesprek met mantelzorgers en Bart gaat op bezoek om af en toe een boeketje af te geven. Want mantelzorg kan af en toe best ook zwaar zijn. Dat doe je, maar ik zou het ook doen voor een, weet ik veel wat, voor een broer of zus of weet ik veel wat. Maar als je 24 uur per dag met elkaar leeft, ja, dan doe je dat gewoon. Hè? Dus ik ben nog van de oude stempel schijnbaar, dat heb ik ooit vroeger beloofd. En dan doe je dat. En dat valt niet altijd mee, hè? Dus, maar uiteindelijk heb je dat op je genomen. Dus ik kan u een mail sturen met een inschrijfformulier en een informatieboekje hoe dat nu de hulp in de huishouding geregeld is. Dus als mensen dementeren zijn en dementerend zijn en niet goed begrijpen waarom dat deze maatregelen zijn of het weer vergeten, ja, dat is wel heel erg lastig, ja. En ja, thuis is het ook even allemaal wennen, want iedereen zit natuurlijk thuis. En ja, ik vind dat papa en mama het wel heel goed doen. Want ja, ze plannen wel alles gewoon fijn en zo, dat het allemaal wel allemaal goed en lekker loopt. Ja, en dan merk je dat met de corona, nou, als je een beetje plan maakt, dan loopt dat wel. Ja, dan besef je wel dat het hier natuurlijk op een hele andere manier moet. Dus nog meer plannen, nog meer regeltjes. Maar wat ik wel vind, is dat de spontaniteit echt blijft. Ik kan me voorstellen hoe dat is. Zeker nu het zo lang duurt. Mensen zijn het echt moe. Ze willen gewoon hun leven zoals het was weer oppakken. En dan denk ik van ja, als het nog langer duurt, dan ben ik bang dat ik elke avond een ritje moet gaan maken. En dan proberen we toch maar die dag door te komen. Tussen aangeschoven Desiree Ledoux en Willeke Petten. Van harte welkom, allebei mantelzorger. Voor wie bent u mantelzorger? Ik ben mantelzorger voor een van mijn kinderen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zal ik u een klein beetje helpen. Die wil niet dat we dat bij naam en toenaam noemen. Precies, hè? Ja. Okay, dan zullen we het ook niet doen. Dan houden we dat eventjes privé. Maar u bent ook lid van de Mantelzorgforum. Daar gaan we het wel over hebben. Hè? Klopt, ja. Wat is dat precies? Het Mantelzorgforum is een groep mantelzorgers en voormalig mantelzorgers die nadenken over mantelzorg in de gemeente Peelermaas. Ja. Wat hebben mantelzorgers nodig? Wat kunnen we voor hun betekenen? Qua activiteiten, qua informatie. We hebben een link met de gemeente. Dus we geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over mantelzorg. Ja. En dan mevrouw Petten. Voor wie bent u mantelzorger? Ik ben mantelzorger voor man en kinderen. Het is wel een vreemde term dan eigenlijk. Hè? Ja. Als je man en kinderen hebt, en dat noem je dat, mantelzorger. Ja. Vind je dat niet een vreemde term? Ja, ik heb in het begin ook echt na moeten denken van, god, ben ik dan een mantelzorger? Wie is dan mantelzorger? Wat is dat? Maar uiteindelijk kwam ik er toch wel achter dat ik het ook was. Ja, want waarom heeft uw man en kinderen meer zorg nodig? Mijn man heeft een knieprothese en die heeft een aantal fouten daarin gehad, waardoor hij MRSA-bacterie kreeg en op en af in het ziekenhuis heeft gelegen. En ik heb twee kinderen met autisme. Ja, en is dat dan niet hartstikke zwaar voor u? Ja, maar eigenlijk weet je niet beter. Dus altijd, dus nogmaals, gewoon oppakken en gaan en niet klagen. Ja. Maar en die term mantelzorgen, die hebben ze er maar ooit bij bedacht eigenlijk. Ja, ik denk dat iemand anders die bedacht heeft. Ja. Dat komt niet van mij af. Nee. En wat betekent dat nou? Want iemand die denkt, ja, maar als ik mijn man en kinderen verzorg, dan ben ik ook mantelzorger. Dat is niet zo, hè? Nee, ik denk het daar niet. Daar zit wel een definitie aan. Wanneer ben je mantelzorg? Als je eigenlijk meer zorg moet verlenen aan je kinderen ten opzichte van andere kinderen die dezelfde leeftijd hebben. Ja, en voor uw kinderen, die zijn autistisch. Ja. Maar dat kan ook een heel veel verschillende gradaties zijn. Ja. Hoe erg is het bij uw kinderen?
ja, of je het erg kunt noemen, weet ik niet. Maar ze hebben inderdaad allebei iets anders. En ja, dat zorgt er dus wel voor dat ik die geen autisme heeft. Ja, denk af en toe van, hoe kun je dit nou zo bedenken? Ja. Maar ze hebben ook nog niet dezelfde vorm van autisme. Dus ja, dan zorgt het er ook nog voor dat er af en toe dingen heel anders lopen. Dat als ik begrijp bij mijn zoon hoe het werkt, dat mijn dochter zoiets heeft van, ja, maar dat doe ik niet. Mm-hmm. Of zo wil ik het niet. En hoe oud zijn je kinderen? Mijn dochter is 17, mijn dochter is 9, of mijn zoon is 19. Ja. En wanneer merkte u dat? Dat ze... Bij mijn zoon eigenlijk al heel vroeg. Die was 6 toen hij een diagnose heeft gekregen. Maar daarvoor waren er natuurlijk van ons uit al verdacht. En van school uit was er al verdacht op dat hij iets zou kunnen mankeren. Mm-hmm. En mijn dochter was eigenlijk heel laat. Omdat mijn zoon een hele goede structuur had thuis. Had mijn dochter, die ging mee in die structuur. En dus viel het helemaal niet zo heel erg op. Toen ik ook vertelde op de basisschool waar ze toen zat van, goh, ik ga toch met mijn dochter richting de Mutsert Stichting om dat te laten testen, hadden die echt zoiets van, jouw dochter, iedereen hadden we verwacht, behalve die. Ja. Maar uiteindelijk bleek ze toch een vorm van autisme te hebben. Ja, en dat is dus een andere vorm van autisme dan de zoon, hè? Ja. Maar hebben ze allebei wel bijvoorbeeld wel een goede band met elkaar? Of? Ja, die hebben eigenlijk een hele goede band met elkaar, maar snappen elkaar soms ook niet. Dus het ketst ook wel eens best wel. Ja. Dan is het voor u als rol wel echt heel erg ingewikkeld. Aan de ene kant de man verzorgen, aan de andere kant rekening houden met twee kinderen. Ja. Ja, ik voel me soms thuis ook de juf, maar ook wel eens de politieagent. En ik ben natuurlijk ook mama van die twee. Maar als vrouw zijnde van, kom je dan ook vaak nog wel ergens op een poli of zo als mijn man op controle moet. Dus heel vaak ben je jezelf gewoon kwijt. Ja. En heeft u daarnaast ook nog werk? Nee, op het moment niet. Want zou dat niet kunnen? Ja, misschien inmiddels wel weer. Maar ik heb een burn-out gehad door alle dingen die bij ons thuis gebeurd zijn. Ik ben ook nog mantelzorger geweest van mijn moeder, die inmiddels overleden is. En dat heeft er best wel ingehakt. Mm-hmm. Als ik dit verhaal zo hoor en er is een mantelzorgforum, dan denk ik meteen, dan is dat terecht een groep waar je terecht kunt. Ja, ja. Wij proberen ook te kijken van wat is passend binnen mantelzorg in Pelemaas. En daar oplossingen voor te verzinnen of te bedenken of in ieder geval de gemeente het signaal te geven. Alleen het lastige is dat mantelzorg heel breed is. Van jong kinderen, broertjes, zusjes kunnen ook. Mijn dochter is mantelzorger van mijn zoon. Mm-hmm. Al van heel jongs af aan. Maar een oudere die voor de partner zorgt, is ook mantelzorg. Als je arm bent, kun je ook mantelzorger zijn. Als je rijk bent, ook. Als je... Ja. Het is zo breed en het heeft zoveel facetten en zoveel gezichten. Dat maakt het heel lastig om iets te doen voor de mantelzorger. Ja, zullen er nu mensen aan het die kijken bestaat zijn, niet. Zullen er nu mensen aan het kijken zijn en denken van, nou, volgens die definitie ben ik misschien ook wel mantelzorger? Vast. Zeker weten, ja. En dat betekent soms combineren met een baan. Ja, ja. En soms ook heel veel afweten van alle wetjes die er zijn, of niet? Dat is wel heel, heel handig, ja. Ja. Want dat zijn er nogal wat, geloof ik. Dat zijn er heel veel, ja. Ja. Zijn er veel mensen die bijvoorbeeld bij dat forum terechtkomen omdat ze niet weten hoe dingen geregeld moeten worden? Nou, die mensen komen heel vaak bij Vorkmeer terecht, omdat Vorkmeer heeft een aantal medewerkers die ook mantelzorg ondersteuning doen. En Vorkmeer die weet dan precies welke wetten en welke regels en welke activiteiten en zaken in Pelemaas geregeld zijn. Mm-hmm. Wij proberen overkoepelend te denken. Als de gemeente een beleidsstuk heeft geschreven, om onze visie daarop te laten als een soort klankbordgroep eigenlijk. Ja, klankbord naar de gemeente. Ja. We bestaan al 10 jaar en in het begin hebben we wel een aantal activiteiten geïnitieerd. Bijvoorbeeld Mantelzorg Muziek Forum. Mantelzorgdag op 10 november. Mm-hmm. We doen ook wel wat activiteiten, maar we proberen ook heel breed na te denken over mantelzorg in Pelemaas, om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken en niet één kleine groep.
Ja. Dan zullen er ook mensen zijn die denken, ja, ik noem mezelf even liever geen mantelzorger, omdat ze zich misschien een klein beetje schamen. Kan dat? Dat kan, ja. Of omdat ze het niet voelen, want ja, ik doe dat toch gewoon. Het hoort erbij. Het hoort erbij. Het niet weten. Ja. Maar ja, waarschijnlijk is iedereen of het grootste gedeelte van de inwoners van Pelemaas van mantelzorg. Vroeg of laat. Of nu al, ja. Ja, precies. En uw kinderen, die zijn nu eentje 17. Kan zij eventueel straks ook op zichzelf gaan wonen of is dat niet mogelijk? Ik denk het wel, maar ze heeft nu ontzettend veel begeleiding om op de rails te kunnen blijven. En ik hoop dat die begeleiding straks ook ja, de rails kan leggen naar op zichzelf wonen. Mm-hmm. En als u het nou even niet ziet zitten, want dat is toch vaak het geval, hè? Want jullie doen de schouders er flink onder en gaan er tegenaan. Niet zeuren, het hoort erbij. Maar waar kan u terecht? Nou, ik ben initiatiefnemer van de oude groep Ietsje Anders. En wij komen eens in de maand bij elkaar, hebben dan een soort babbelavond. En het is gewoon heel fijn dat je ook eens tegen andere ouders die ja, een soortgelijk iets hebben of ja, een kind hebben met iets heel anders, maar die toch heel veel raakvlakken hebben, dat je daar met elkaar in gesprek kunt en eens kunt sparren van, goh, hoe zou jij dat en hoe doe jij dat? En hun hebben natuurlijk veel aan mij, maar ik ook aan de andere mensen. Ja. En zie je dan ook heel vaak overeenkomsten waar iedereen tegenaan loopt? Ja, maar ook heel veel dingen dat ik denk van, oh, dat was bij ons heel anders. Mm-hmm. Dus dan is het een mooie gelegenheid om van elkaar te leren? Ja, dat zeker. Ja. Dus dat heet de oudercontact ietsje anders. En ja. Hoe kunnen mensen dat vinden als ze misschien aan het kijken zijn? Wij staan in de Hallo, in de agenda elke maand. En via Voorkmeer kunnen ze altijd bij ons uitkomen. Oké. Okay. En hoe komen ze bij het forum terecht? Zullen die meteen ook gebruiken? Dat kan via ondersteuning@vorkmeer.nl. En diegene die dat mailadres beheert, die kan dan het doorlinken naar ons of naar de ondersteuning op in Vorkmeer. Ja. Ja. En nou is het zo dat in deze tijd, ik durf het woord bijna niet meer te zeggen, worden de zorgberoepen natuurlijk verschrikkelijk gewaardeerd, om het zo maar even uit te zetten. Vitale beroepen, hè? Maar daarbovenuit stijgt misschien nog de mantelzorger. Want dat gaat ook nog geheel vrijwillig. En dat is in deze periode ook nog best heel lastig geweest, denk ik. Ja. Want hoe legt u uw zoon uit wat er de afgelopen weken gebeurde? Ja, die heeft het heel moeilijk gehad. Die snapte wel van, goh, het is gevaarlijk en er is een virus en er is van alles en nog wat aan de hand. Maar daartegenover stond natuurlijk het verhaal, ik kan niet naar mijn clubs, ik kan niet naar de begeleiding, ik kan niet gaan sporten, ik kan helemaal niks, ik zit gewoon thuis. Ja. En ik moet ook nog examen doen dit jaar. En ik weet eigenlijk helemaal niet ja, hoe ik dat moet gaan doen. Mm-hmm. Want die zit op het mbo en het mbo is gewoon heel laat pas bekendgemaakt, hoe gaat het hier verder? Ja. In principe wist heel Pelemaas al die op het bouwend zitten van oké, als mijn kind goede punten had, dan is die geslaagd. Ja. Maar op het mbo werkt dat heel anders. Ja. En over uw kind gaan we het niet hebben, maar zit hij wel te kijken nu, denk ik? Ja. Oké. Dus hij gaat nu controleren of mama het niet over hem of haar heeft. Ja. Hij gaat niet bij naam en toenaam noemen, want dat hebben we beloofd. Hoe ziet hij de toekomst? Met vertrouwen tegemoet? Ja, ik zie het wel met vertrouwen tegemoet. Het is wel, het zal wel flinke aanpassing zijn, maar ik zie het wel echt met vertrouwen tegemoet, ja. 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 Waar ziet u het meest tegenop? De veranderingen. Ja. Ja. Ja, die hij moet gaan ondergaan. Ja. Ja. Het is voor de ouders die een kind hebben die misschien niet extra hulp nodig hebben, al een hele stap om te kijken in de toekomst. Mm-hmm. Maar voor jullie misschien nog veel meer. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jullie je stem laten horen. Want zullen er veel mensen zijn die een verkeerd beeld hebben van mantelzorgers? Ik denk dat heel veel mensen denken van, om mantelzorger ben je voor een oudere. Ja, voor je opa of je oma of je oudere buurvrouw. En dat de mantelzorgers, de ouders van kinderen, of als je mantelzorger bent voor je buurvrouw, ja, dat doe je maar zo. Mm-hmm. Of nu in coronatijd, er zijn heel veel mensen die blijvende longklachten houden. Ja. Dan ga je heel langzamerhand
ga je steeds meer voor iemand doen. En dan ben je plotseling mantelzorger. Terwijl je dat in het begin helemaal niet doorhebt. Nee. Want als iemand blijvende longklachten heeft, ja, dan heeft hij een beperking. Hm. En zal hij hulp nodig hebben. En dat zijn... Je groeit erin en dan denk je van, goh, ben ik de mantelzorger? Ja. Oh ja, nou wel. Ja. Ja. Ik wil je bedanken voor dit verhaal en heel veel succes wensen in de toekomst. Blijf vooral zitten, want wij gaan nu kijken naar Bart, die volgens mij, als ik de school herken, ergens een baloe staat om iemand even een hart onder de riem te steken met een bloemetje. We gaan even kijken. We hebben de afgelopen week na onze oproep om mantelzorgers in het zonnetje te zetten heel veel berichtjes gekregen. We hebben er een paar uitgezocht, want we kunnen ze niet vandaag allemaal langs gaan. Maar we gaan er heus wel meer doen. De eerste is vandaag hier in Baarlo. Daar woont Marie Nijssen en zij wordt in het zonnetje gezet door haar schoondochter. Want ze zet zich heel erg in voor haar ouders. Hallo, we zijn op zoek naar Marie Nijssen. Woont die hier? Eventjes gebeld. Ik heb binnen 53 uur. Oké. Dan wachten we even. Mogen we even binnenkomen? Ja, kom binnen. Want we komen eigenlijk voor Mariet. Ja, dat dacht ik. Is dat uw dochter? Dat is onze dochter. Ja, dat is onze engel. Dat is echt de wereld. Ze dacht dat altijd voor ons geloof. Altijd. We doen ook met vader. Nou, mijn schoen heeft zich opgeofferd. Ze zei, heel veel dit en dat, alsjeblieft, hé. En dat heb ik altijd beloofd, alsjeblieft, hé. En als hij... En dan ook heeft ze zich opgeofferd. Alsjeblieft, hé, slapen. Er zijn mensen die ik dit koos. Alsjeblieft, hé, slapen. En het kookt, hé. Het gaat bij dat ziekenhuis. Hij mocht maar eindigen op het ziekenhuis. Nou, dat is niks te veel. Het zijn veel dingen van het ziekenhuis... Dat is geregeld, moet weer. Want een mens ligt in het ziekenhuis? Ja. Een mens ligt in het ziekenhuis? Ja, die hebben ze zo te groot dat hij de dingen heeft gekregen. Ja, ze hebben samen nog lekker gegeten. En toen kom ik binnen, hij deed dat altijd aardig vullen. En toen was ze dat ook. En toen, ik dit oproep dat we samen niet kunnen komen, kom ik in de keuken. En toen doe ik het dan zo. Heel raar te doen. Ik zeg, Herman, dus het toch? Ik kreeg me heel verwilderd uit, maar ik verschrok me toch. Ik was alleen in het huis, nou, ik pakte het aan. En ik zei, maar God, dit is toelijks. Heel fijn stil bleven zitten. En ran ik even over buur, die kwam direct gelopen. Maar ik was zo hard hier, ja. Toen zei ik, wel dat de mond zijn geschreven. Ik ging direct de ziekenwagen, met de ziekenwagen naar het ziekenhuis. Hallo Mariet. Goedemorgen. Hallo. Ja, het is een drukke tijd voor u, hebben we begrepen. Ja, dat klopt. Ja. Je hebt net het kapelke opengemaakt. Ja, ik was al vergeefs toch. Dus ik had de sleutel toegehaald liggen nog. Dus ik ben die weer genomen en gaan sleutelen. Of genuipen, hè. En toen belde mijn mam van, dat moet even komen, want ik heb die hulp nodig. Zullen we even gaan zitten? Ja, is goed. Ja, want het is een roerige tijd, horen we. Ja, dat klopt. Ja, mijn vader heeft afgelopen maandag is er opgenomen in het ziekenhuis met een CVA. Dat ligt er nog in. En er moest nog een keuze gemaakt worden voor hem naar een verpleeghuis te gaan doen, voor te revalideren. Maar ja, goed, dan moet hij 14 dagen in quarantaine. En ik denk, oh, dat ga ik echt mijn elders niet meer aandoen. 90 en 89 jaar. Ik denk, hoe elkaar, 14 dagen niet zien. We gaan het niet doen. Dus ik heb het besluit genomen dat ik met je toes ga verzorgen. In samenwerking met de Groene Kruis Thuiszorg, met het wijkteam. Een fantastisch team trouwens, mag ik wel even zeggen. Als je dan toch dingen hebt. Mijn schoondochter zit in dat team. En waar komt dit trouwens vanaf? Ja, van die schoendochter, Joyce. Ach, wat lief. Die heeft ons een mail gemaakt. We zitten mantelzorgers in het zonnetje. Oké. En ze vond dat jij dat enorm veel ding hebt, nou, vanwege de zorg voor de ooier. Ha, werk een beetje van, hè? Ja. Ja. Ik overhandig de bloemen. Oh, het nou. Is een kleine attentie, prachtig. Maar het is natuurlijk niet voor het werk dat je allemaal doet. Maar,
Dus dit werken is... Ik doe dit omdat ik dit gewoon met heel veel liefde doe. Ja. En hoe komt vader hij naartoe? Hij komt naar huis en we gaan samen met allerlei hulpinstanties gewoon met hem heel laten revalideren in plaats van in een verpleeghuis. Ja. Ja. En dat voor, en dan zit je er ook wel bij, hè? Ja, zeker, want ik heb van mijn baas de dingen gekregen, het vrijbriefje, een vakantie op te nemen nou en aansluitend zorgverlof. Dus ik heb de komende maanden ken ik me helemaal gewoon geven dat ze samen de zomer doorkomen en dat ze samen kunnen genieten. Ja. Ja. En ik gun het er ook. Het zijn zo'n lieve mensen. Joy schreef nog een klein gedichtje erbij. Oh, voor wie je bent, voor alles wat je doet, zorg vanuit het hart, dat doet een mens goed. Nou, fantastisch. Dus namens Heur en Hiel Pillemaas, dank je wel. Nou, heel erg gedaan. Het had niet geheugen en niet gemeugen, want het is gebeurd. De duizend of de duizend niet. En ik doe het met heel mijn hart. Maar ik vind het helemaal heel fijn dat ik het kreeg. Dank je wel. Verhalen en ervaringen van anderen hielpen mij heel erg in de zorg voor mijn vader. Ik ben Frank van der Lende. Ik maak radio op 3FM en ik zorg voor mijn vader. Hey, pa. Hoe is het? Mijn vader heeft nu bijna 4 jaar Alzheimer en mijn moeder moet heel erg voor hem zorgen. En ik voel heel erg de zorg om voor haar te zorgen. Ja, je moet zo houden, zo. Ook al voel ik me niet echt een mantelzorger, ik ben het wel. De zorg is in zekere zin heel erg veranderd omdat zijn ziekte gewoon progressief is. Dus het wordt alleen maar erger, erger, erger. En op een gegeven moment zo erg dat hij dus uit huis moet en dat ik niet meer voor hem kan zorgen. Nu wordt het dus ook veel meer dat ik echter voor hem moet zijn, omdat ik hem moet helpen met bepaalde dingen. Of als we gaan fietsen, dat hij dan veel te veel midden op de weg gaat fietsen. En dat je moet zeggen, pa, hup, aan de kant. Wat ik zou kunnen aanraden is om een keer de tijd ervoor te nemen om het duidelijk uit te leggen wat er precies aan de hand is. Dat ik aan mijn vrienden heb uitgelegd wat Alzheimer precies is, wat de symptomen zijn, hoe hij nu reageert en wat het met mij doet. Samen sta je dan sterker dan dat je het elke keer in je eentje moet oplossen. Joe, doeg! Voor jonge mantelzorgers heb ik 3 tips. 1 is schaam je niet. Kom er vooruit dat je een bijzondere situatie hebt en je bent niet de enige. 2 is, je bent mantelzorger, maar je hoeft niet alle zorgdruk op je schouders te dragen. En 3 is, praat erover, roep hulp in. Want je hoeft het echt niet allemaal alleen te doen. Ja, tot zover Frank van der Lende. Dat is natuurlijk bekend van 3FM, een dishockey en ook mantelzorger. En daarvoor zag je nu een bijdrage van Bart. Die zit inmiddels alweer in het busje op weg naar Helden, als het goed is, om daar iemand te verrassen. En intussen aan tafel geschoven Maureen Korsten en Halima Bouassa. Ja. Welkom beide mantelzorgers. Om met u te beginnen, mevrouw Bouassa. Ooit studeerde u Engels aan de universiteit, las ik ergens, in Rabat en Fes. Klopt. In 84 kwam u naar Panningen en u runde zelfs een cafetaria. En in 81. Ja. Of een 81. 81, ja. Van Engels studeren naar een cafetaria. Dat vond ik een opvallende overgang. En vanaf 84 ben u uw man aan het verzorgen, hè? Ja, klopt. Ja. Want hij leidt aan de ziekte van Bechterew. Bechterew, ja. En voor de mensen die het niet weten, dat is een ontstekingsreuma. Reuma, ja. Klopt, ja. Mevrouw Korsten, ja, u heeft maar liefst 4 kinderen. Nee, 6 kinderen totaal. 6 kinderen, en 4 daarvan zijn gediagnosticeerd met autisme. Autisme, ja. Dus dat is een dagtaak. Behoorlijk, ja. 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 En is dat allemaal in dezelfde gradaties of kan nee, ik nee. spreken? Nee. Ze hebben allemaal wel een verschillende vorm. Ja. Maar 2 zijn er vrij fors. Ja. Die hebben ook allebei op een leefgroep gewoond. Maar de jeugdzorg is zo aan het veranderen dat ik helaas door problematieken die op de leefgroepen zich nou voordoen, ja, drugs, alcohol, noem maar op, besloten heb met mijn man om mijn kinderen naar huis te nemen. Oké, okay. Dus ja. Dat is niet goed gegaan? Nee, met mijn zoon niet, nee. Te veel probleemgevallen, terwijl uw kind daar dan niet in thuis hoort? Hoe moet ik dat zeggen? Ja, mijn zoon heeft eigenlijk een andere vorm van problematiek. Ja. En voor die problematiek die mijn zoon heeft, is geen woongroep. Nee. Maar hoe gaat u dat redden thuis? Nou ja, we hebben dat samen besproken, mijn man en ik. Want mijn kind was doodongelukkig.
Hij sloot zich op de woongroep op. En dat wil je niet als ouders zijn. Dus we hebben een mantelzorgwoning thuis gebouwd. Ja. En we weten ook dat het levenslang is. Want mijn zoon kan ook niet over zichzelf beschikken. Kan ook nooit op zichzelf wonen. Nee. Dus die taak die hebben we wel volledig op ons opgenomen. Maar ja, licht is het niet. Nee. Maar het is wel het beste. Ja. Voor nu. Ja, want heel veel mensen die normaal gesproken, misschien kan ik daar niet van spreken, maar die denken dan mijn kind gaat het huis uit en er komt een moment dat ik iets meer vrijheid krijg. Maar voor u betekent dat uw leven lang zorgen. Ja, ja. En we hebben laatst ook besloten van wat gebeurt er als mijn man en ik wegvallen. Dus dat deel hebben wij ook helemaal vastgelegd. Mm-hmm. En heel fijn is het dat mijn zusje, die gaat het overnemen samen met mijn oudste dochter. Ja. En dat geldt ook voor de rest van de kinderen, dat ze niet uit elkaar gehaald worden. Ja. En dat geeft wel een stuk rust, als ik eerlijk mag zijn. Ja. Als het goed is, hebben we hier een filmpje van. Dat klopt. We gaan even kijken. Dat ik dit mag doen en ook voor haar kan doen, ja, dat is fantastisch. En dat ook je eigen gezin daar volledig achter staat, ja, dat laat zien dat de kinderen niet alleen maar een problematiek hebben, maar ook heel veel liefde geven. En dat het echt klikt. En dat heb ik te danken wel, denk ik ook, dat ik ze van kinds af aan ook mee heb gemaakt. Dus van ja, ook van 4 jaar, wat je dan tegenaan loopt met autisme, maar ook met 12 of met 18 of met 21. Ja, en er zullen heel veel mensen allemaal ontzettend de neiging hebben om hun kind, zeg maar, het hoogst haalbare in de toekomst, dat verlangen ze dan, hè? Want ze moeten de hoogste opleiding volgen enzovoort. Maar hoe ziet u de toekomst voor je eigen kind? Nou ja, wat ik doe is de kwaliteiten uit mijn kinderen halen. Mm-hmm. En dat gaat met vallen opstaan. Maar ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, jullie hebben geen enge ziekte. Jullie kunnen zelf ook heel ver komen. En dat doen we samen. En ik moet zeggen, nou, het gaat eigenlijk wonderbaarlijk goed. Want mijn zoon met de zwaarste problematiek, die werkt in een supermarkt hier in Panningen. Mm-hmm. Waar we heel veel begeleiding voor krijgen van de directeur en de directrice. Complimenten daarvoor. En die werkt gewoon 30, 32 uur mee. En ja, luister, dat hebben wij nooit durven dromen. Nee. Ze zei altijd, oh, dat wordt dagbesteding. En toen hadden mijn man en ik, nee. Weet je, ze denken altijd zo in hokjes. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Je kan ook echt als ouder zijn als je sterk staat, out of the box gaan met je kinderen. En dan val je wel eens diep, maar dan kom je ook steeds weer een stapje verder. En dat is wat mijn man en ik gedaan hebben. En ik moet zeggen, tot nu toe werpt het wel zijn vruchten af. Ja. Maar het is wel eens diep vallen, ja. Ja. Is het ook wel eens zo dat u misschien wel een andere, misschien nog wel een betere band met uw kinderen heeft dan al die mensen die alles maar voor lief nemen? Ik denk wel dat ik dat onderhand ervaren heb, dat wel zo is. Ja. Je kent je kinderen toch met alles liefde van alle zorgondersteuners die je krijgt, hè, of medewerkers, gediplomeerden. Is het toch dat jij je kind het beste kent? Ja, ja. Daar ben ik vast van overtuigd. Ja. Maar je moet jezelf gewoon enorm wegcijferen. Ja. Wil je het meest haalbare uit je kind halen, zo zou ik het zeggen. Ja. Ja. En dat is in deze tijd nog voor veel mensen wel eens lastig. Jezelf wegcijferen, want u heeft 6 kinderen. Dan moet je sowieso al wegcijferen, denk ik. Ja. Maar als er ook nog 4 kinderen bij zitten die extra zorg nodig hebben, dan is het een hele opgave. Ja, ja, zo zie ik het niet zo. Het is wel een mooie toets voor uw huwelijk, denk ik ook. Hè? Oh, absoluut. We hebben heel vaak langs elkaar geleefd, hoor. Maar we zijn er gewoon voor gegaan. Ja. En ik denk dat ook de kracht is wat wij hebben samen. We zijn ook echt een team. Ja. Ja. Ja, als ik het zo mag zeggen. Ja. Mooi. En u moet met uw man toch al jarenlang verzorgen. Hoe is die verstandhouding dan? Want normaal gesproken, dan is dat verzorgen misschien voor veel mensen niet nodig, maar voor u wel. Ja, dat kwam eigenlijk op de laatste leeftijd, zeg maar, dat echt de zorg heel nodig is. Omdat met de leeftijd, en dit, ja, dat wordt steeds erger. Dus ja, de zorg was meer wordt gevraagd. En dat ging eigenlijk. Wat je zei zelf, het is gewoon automatisch. Je doet het gewoon met alle liefde. En ik wist niet eens dat ik een mantelzorger was, tot ik eigenlijk in een burn-out kwam. En toen was ik naar voren gekomen, hulp voor mijzelf vragen. Ja. En daarna was ik achtergekomen dat ik een mantelzorger was. Terwijl ik deed het met alle liefde en ik wist ook niet beter. Ja. Ja. Voor u was het vanzelfsprekend eigenlijk? Ja, vanzelfsprekend. Ja. Maar zegt u dan, als ik die hulp nou eerder had gekregen,
dan was het misschien niet tot een burn-out geleid. Of is dat een beetje koffie? Ja, dat had ook gekund. Dat had ook gekund. Dus misschien zitten er nu ook mensen te kijken die lopen op hun tenen, omdat ze denken, ik moet mijn man of mijn kinderen begeleiden, maar ik kom er niet uit. En nu kwam u erachter dat u de hulp wel kreeg. Welke hulp kreeg u dan wel nu? Ja, ik was blij dat ik eigenlijk een huishoudelijke hulp heb gekregen, omdat ik ben fulltimer werken. Ik werk nog een fulltime. De zorg voor mijn man, alles wat moet gebeuren, dat moet ik ook zelf doen. Ja, dus dat was gewoon een beetje te veel voor mij. Een beetje te veel. Ja. En nu komt daar dus huishoudelijke hulp bij. Ja. En als jullie het gaan opstarten, zeg maar, dat huis. Ja, dat wordt nog een hele operatie dan, hè? Want jullie zijn daar waarschijnlijk ook niet voor opgeleid. Nee, dat is allemaal georganiseerd, gestructureerd. Ja. En als er iets onverwachts gebeurt, dan moet je het weer heel snel oppakken met diegene. Ja. Ja, het is een hele onderneming. Ja. Ja. Het is echt een zorghuis, mag je wel zeggen. Ja. Ja. Het is gewoon zo. Ja. En hoe moet ik dat dan zien? Dan starten jullie een zorghuis, maar er kunnen ook anderen nog bijkomen. Nee, maar ik zeg, we hebben in principe een zorghuis. Ja, maar als jullie dat gaan opstarten, dan kunnen daar ook anderen nog bij. Ik zou het heel graag op willen starten, zo'n zorghuis. Absoluut. Want er is zo'n schrijnend gebrek, naar, zal ik maar zeggen, of behoefte naar. Ja. Nou, voor zo'n problematiek om daar een huis voor op te starten, ja, dat zou het neusje van de zalm zijn. Mm-hmm. Maar ja, helaas, in Den Haag werken ze niet zo mee. Nee? Die zien dat niet. Nou, maar we hebben hier nog een Tweede Kamerlid in de gemeente Peelemaas. Die kijkt ook waarschijnlijk. Ja. Wat moeten ze dat doen? Ja, dan mogen ze contact met me opnemen. Kijk. Ja. En dan krijgen ze vanzelf wel de adviezen. Oh ja, dan wil ik best met hun rondom de tafel. Want ik denk dat ik daar heel veel Peelen en Maas inwoners mee gelukkig maak. Ja, en het CDA is toch bij uitstek de partij van de hoeksteen van de samenleving, toch? Ik bedoel, het gezin is toch heel belangrijk? Ja, ik hoop dat ze me horen. Oké, nou, ik doe mijn best. Ja. En hoe is het nu met uw man? Ja, gelukkig is stabiel. Gelukkig. Ja? Dus, maar hij kan echt niet veel. Maar is gewoon en wat verstaat u onder hij kan niet veel? Wat moet ik dan aan denken? Ja, hij kan niet veel. Hij kan niet veel lopen. Hij kan, moet hem helpen met aankleden, met wassen, met sokken aantrekken bijvoorbeeld. Ja. Even opstaan en een beetje even weer trekken. Die dingen, ja. En nou is het voor heel veel mensen überhaupt moeilijk om hulp te aanvaarden. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat uw man het ook wel lastig vindt om de hulp van zijn vrouw te moeten aanvaarden. Of heeft hij daar geen moeite mee? Op een gegeven moment heeft hij nou geaccepteerd. Hij is echt een heel... Hij was altijd heel zelfstandig, echt ondernemer, heel initiatief... Heel veel initiatief nemen en alles. En in één keer van, een beetje passief geworden, hulp vragen. Dat was een beetje moeilijk voor hem. Ja. Ja. En dan begon hij te accepteren. Dus, ja. En heeft u kinderen? Ja, we hebben 3 kinderen. 2 uit huis en we hebben eentje thuis nog. Ja. Helpen zij ook mee? Of? Ja, die helpen ook mee, ja. Ja, dus dat... Als ik nu zeg dat is toch keihard werken elke dag weer opnieuw om uw man te verzorgen, zegt u dan nee hoor, dat doe ik gewoon uit liefde? Ja, dat doe ik echt met alle liefde, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Zo is het. Ja. Ja. En dat zal voor u ook gelden, denk ik, want ik zei al vooraf aan de uitzending, 4 kinderen krijgen met autisme, dat is, dat hoor je niet vaak. Nee. En überhaupt een gezin van 6 kinderen is al een hele opgave. Maar zijn er momenten dat u even niet meer ziet zitten? Of is dat die zijn er eigenlijk vrij weinig. U bent optimistisch? Ja. Ja, ik koester die momenten dat het goed gaat. Ik heb af en toe wel eens een dag dat ik denk van poeh. Maar een uurtje later of 2 uurtjes later of als mijn man thuis komt en ik zeg van nou, voor mij is het genoeg geweest, neem jij het over. Ja, dan gaat dat wel weer. Ja. Maar het zijn je eigen kinderen en je wil dat ze gelukkig zijn. Ja. Zijn ze gelukkig nu? Ik denk het wel. Tenminste, hoe ze zich voordoen en wat ze altijd uiten over papa en mama, geloof ik dat echt wel. Ja. Want ze willen het liefst door mij verzorgd worden en door mijn man. En niet weer ergens anders. Nee. En is uw man, ondanks het feit dat hij last heeft en allerlei dingen niet kan en in gebreken blijft dan, gelukkig, denkt u? Hij is heel gelukkig. Dat wil ik heel zeker. Ja. Dat is wel mooi. Ja, daar ben ik heel blij mee, eerlijk gezegd. Ja. Dat zijn geluk is ons geluk ook voor allemaal, voor de hele gezin. Ja. Ja.
En hoe gaat dat met die ziekte verder? Is dat te zeggen? Gaat dat opeens erger worden of kan het een hele tijd stabiel blijven? Nee, dat wordt steeds vanzelf erger worden. Dus ja. Dus het is eigenlijk met de dag leven zo? Ja, ja. En pluk je dag. Geniet van elk moment. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Waar geniet hij dan het meest van? Ja, als hij gewoon echt zijn kinderen omheen heeft en iedereen gelukkig is, dan is hij is ook gelukkig. Mm-hmm. Wij ook, eerlijk gezegd. Dus, ja. En hoe schakelt u af en toe af? Want de hele dag in de mode zitten om te helpen. Heeft u ook momenten dat u kan zeggen, nou, nu kan ik even afschakelen? Ja, dat is mijn werk. Ik schakel even in mijn werk. Wat doet u voor werk? Ik ben pedagogisch medewerkster. Ik werk in de kinderdolva. Oké. Ja. Dus dat is een leuke afleiding? Ja, geval. Heel zeker. Dus gewoon, ik geniet ook van mijn werk, eerlijk gezegd. Dus ja. Ja. En als u aan uw kinderen denkt, dat zijn er nu 6 in totaal. Ja. Is dat ook samen een heel hecht gezin? Want ik kan me ook voorstellen, als er 4 met autisme zijn, 2 eventueel niet. Hoe gaat dat allemaal samen? Nou, eigenlijk gaat dat wel vrij goed. Af en toe, ja, dan is het bij ons de hel, hoor, om te zeggen, als ik het zo moet. Ja, dat zou normaal gesproken ook zijn. Ja, dat bedoel ik. Maar ja, luister, dat weet je, die kinderen die geen problematiek hebben, die weten ook niet anders. Hè? Ze zijn ermee opgegroeid. Mm-hmm. En die weten die kneepjes en die handvaten, hoe je ermee om moet gaan, weten hun net zo goed als mijn man en ik. Mm-hmm. Dus ja. Wat je dan heel vaak ziet, is dat kinderen in zo'n gezin, daar kan je dan niet van spreken, in zo'n gezin, maar dan zelf ook de zorg ingaan. Ja, de oudste zit inderdaad in de zorg. Ja, en ik ben zelf een zorgmedewerker. Hè? Ja. Ja. Dus dat gaat gewoon door. Ja. 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 Hartstikke bedankt voor de komst hier. En dank met bewondering heb ik naar jullie verhalen geluisterd. Ja. En ik ben heel erg benieuwd bij wie Bart nu op bezoek is. Ik meen in Helden, als het goed is. Inmiddels zijn we in Helden. René Sakkers schreef een brief voor haar man, Pascal. Samen hebben ze 2 kinderen, waarvan 1 jonge, Finn, van 8. Hij heeft een verstandelijke beperking en dat is voor het gezin best lastig. En daarom wil René Pascal in het zonnetje zetten. Ze hebben net een nieuw huis gekocht en zijn aan het klussen. Dus we gaan kijken of we ze even kunnen verblijden met een lekkere fly. Ja, de deur is open. Dus, ja, dan gaan we naar binnen. Hallo? Hoi. Hallo. Hallo. Pascal? Ja, daar ben ik. Hallo. De deur stond open, dus we zijn even naar binnen gekomen. Ja, we willen je eventjes iemand jou verrassen. Oké. Dus kunnen we eventjes, want het is jullie nieuwe huis. Ja, klopt. Jullie zijn net aan het verbouwen. Ja, klopt. Ja, kunnen we even in de kamer gaan staan? Ja, dan gaan we even naar de kamer. Papa, dit hebben wij voor jou, de Lego. Hallo. Hoi. Jullie hebben 2 kinderen, waarvan Finn. Ja. We zetten mantelzorgers in het zonnetje. Ah, okay. En ja. We kregen een brief. Dat het niet altijd heel makkelijk is hier in huis, toch? Nee, klopt inderdaad, ja. Ja, wat kun je erover vertellen? Wat kan ik erover vertellen? Het is veel werk op zich. We houden natuurlijk superveel van hem. En ja, wat kan ik erover vertellen? Ja, heeft hij veel aandacht nodig of begeleiding? Ja, dat wel, zeker. Ja. Ja. Het heeft veel zorg inderdaad. En heeft veel aandacht nodig, absoluut. Maar ja. Wat betekent het voor het gezin? Voor Evie bijvoorbeeld, onze dochter, die zal af en toe wat minder aandacht krijgen. Probeer natuurlijk zoveel mogelijk te balanceren en alles. Maar voor het gezin, ja, daar zal heel veel aandacht richting Finn gaan inderdaad. Ja, dat klopt, ja. Maar toch? Jullie houden de moed erin? Ja, zeker, absoluut. We houden superveel van hem en proberen alles uit de kast te trekken voor hem wat erin zit. Dus voor leuke activiteiten verzinnen tot, noem maar op. Ja, en dan kregen we een hele lieve mail binnen.
Ja. Speciaal voor jou. En daarom hebben we een fly meegenomen. Om natuurlijk jou ook in het zonnetje te zetten. Wie denk je dat jou wil verrassen? Ik heb het vermoeden dat het mijn vrouw is. Kom er even bij. Ja, dat is zo, hè? Ja, oh, wow. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Vertel eens, waarom heb je de mail geschreven? Ja, omdat het toch wel lastig is om, om een zoon te hebben die anders is als anders. En vooral als ouders vraagt dat veel van je. Maar we doen het met alle liefde en het hoort erbij. Alleen het is soms net zoals dingen die je extra moet doen of moet laten. Ja, dat is soms wel lastig. Ja. Ben je trots op hem? Zeker. Ja. En hoe is dat wederzijds? Ja, ik ben ook super trots op haar natuurlijk, absoluut. Ik bedoel, ze heeft natuurlijk ook veel te verwerken. En nu ook nog met het huis erbij en alles. Ja, dus natuurlijk veel dat erbij moet komen. Dus, kom gezellig bij elkaar staan. Ja, die anderhalve meter die geldt voor jullie niet natuurlijk. Nee, dat klopt. Okay. Dus, ja. Ja. Geniet van het nieuwe huis. Ja, dank je. Ja, de plukte dak staat al op de muur. Ja. Stond er al op, maar dat zullen we zeker doen. Ja. 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 Dankjewel. En namens Spelenmaas, Omroep PNM, Vorkmeer, heel veel succes met alles wat jullie doen. Ja. Hoe gaat het met Finn op dit moment? Ja, goed. Super. Het bevalt hem ook heel erg hier. Lekker fietsen op een driewieler hier in de tuin. En ja, geweldig om te zien. Ja. Blij dat hij wel lekker alle dagen naar school kan. Dat is ook wel speciaal onderwijs dat er weer volledig in gang is. Nou. Dus daar, het gaat goed met Finn. Ja? Het gaat goed met Finn, hè? Met Evie ook, hè? Ja. En hoe vind jij het hier? Leuk. Ja? Lieve doet heel veel fietsen. Hè? Lekker buiten spelen met water kliederen. Leuk, hè? Geniet van elkaar. Dank jullie wel. Doen we. Jullie ook heel erg bedankt. Ja, super. Ja, mantelzorgen voor mij betekent dat ik goed kan bijdragen aan de continuïteit van de zorg die mijn zusje nodig heeft. Maar ook dat ik ervoor zorg dat ik genoeg energie en ruimte voor mezelf overhoud om dat te kunnen blijven doen. Ik ben Michael en dit is mijn zusje Cheryl, voor wie ik al mijn hele leven zorg. Mijn zusje heeft het zeldzame Phelan-McDermid-syndroom. En dat betekent dat zij een ontwikkelingsachterstand heeft en daarnaast ook zware gedragsproblematiek. Vroeger, rondom mijn zusje, voelde ik me op veel momenten niet gezien. Haar zorg stond centraal en ik cijferde me een beetje weg daarin. Toen ik net begon met werken, heb ik een paar keer overspanningen gehad. Ik heb ervoor gekozen om niet fulltime te werken, zodat ik flexibel ben door de week. En dus ook mijn mantelzorgtaken kan uitvoeren. Op werk vond ik het niet heel erg moeilijk om dat bespreekbaar te maken. Maar ik bedacht me wel dat het eigenlijk al eerder had gekund. Dat het niet tot een overspanning had moeten leiden voordat ik het kon bespreken op werk. Voor jongeren heb ik de tip dat ze niet alles bij zichzelf moeten proberen te houden. Zorg ervoor dat je ook mensen hebt met wie je het kan delen. Gewoon met je vrienden of op school met iemand. Kies iemand uit die ook jouw situatie kan begrijpen. Ja, goede tips. Kies iemand uit die je kan begrijpen eventueel. En ik kan intussen melden dat Bart met het busje onderweg is naar het zonovergoten, inmiddels Beringen. Dus daar komt hij zo meteen aan. Maar eerst de gasten nu aan tafel, Jeanne van der Vorst en Ans van Lier. Beiden welkom. Ik heb begrepen dat u een eigen, of zelf wil opzetten, een woonvorm wil opzetten. Ja, dat klopt. Wat wilt u precies doen? Wij zijn bezig met we willen een wooninitiatief opstarten. We willen het eigenlijk een leefgemeenschap noemen voor mensen met een beperking. We hebben zelf een zoon met een meervoudige visuele beperking. Die heeft 7 jaar in een instelling gewoond waar hij absoluut niet gelukkig was. En we hebben geleerd in die 7 jaar dat het eigenlijk anders zou moeten. Mm-hmm. En we hebben zelf een initiatief ontdekt. Dat het ook anders kan. En we hebben onze schouders eronder gezet en we zijn ermee bezig. Ja, want jullie zijn de ervaringsdeskundigen. Waar heeft uw zoon precies gewoond? Of mijn zoon heeft 7 jaar in Stramprooi gewoond. Dat is niet echt in de buurt dus. Nee, maar hij heeft een meervoudige visuele beperking. Mm-hmm. Dus hij was aangewezen op mensen die ook de visuele beperking kennen. En heeft in Breda op school gezeten. En Stramprooi was een dependance van Breda. Dus we dachten dat het een goede keuze zou zijn. Ja.
Alleen hij is er niet gelukkig geworden. Nee. En hij is er veel veranderd. Dus hij woont nu weer sinds 4 maanden thuis. Ja. En toen dachten jullie van, wij kunnen het beter. Ja, dat klinkt erg omscheiden. Ja, maar dat kan toch? Nou, het is niet zozeer, wij kunnen het beter. Ja. Wij denken dat we als ouder, en ik sluit even aan bij de vorige ouder. Ik denk dat wij als ouder heel goed weten wat onze kinderen nodig hebben. Mm-hmm. En dat wij te vaak bij instanties, bij instellingen, er tegenaan lopen. Dat er gedacht wordt vanuit de gemene deler. En vanuit een systeem. Zo zou het moeten. Ja. En wij differentiëren. Wij zien dat ieder kind anders is. En dat ieder kind eigen kwaliteit heeft en eigen mogelijkheden. Ja. En wij nemen daar de tijd en de ruimte voor om daar naar te kijken. Dan komen die kwaliteiten op dit moment door die gemene deler er eigenlijk niet uit, of tot nu? Nee, te weinig. Want er is de afgelopen 10, 15 jaar zo gigantisch veel bezuinigd. Dat mensen die in de zorg werken misschien wel anders zouden willen. Maar het kan niet. Hè? Want het is eigenlijk een beetje bed en brood in de instellingen. Nou, en dat wil je niet voor je kind. Nee. Dus we hebben het initiatief genomen om zelf aan de slag te gaan. Ja. Hans van Leer, ook mantelzorger van? Mijn zus. Ja. Ja. Want welke zorg heeft je zus nodig? Mijn zus heeft Down-syndroom en ze woont nu ruim 10 jaar op de Laadberghof in Panningen. En mijn ouders... Is dat begeleid wonen? Of hoe? Is begeleid wonen in de wijk, zou ik het zo noemen. Ze woont daar in een woning met z'n zessen. En dan heeft Daalt zich daar 3 locaties. Mijn ouders hebben de zorg ook nog een stukje op zich genomen. En dat wordt gaandeweg minder. En ja, ik neem steeds meer over. Dus nu ben ik me een beetje op het splitsen tussen de mantelzorg met mijn zus. En een beetje van mijn ouders. Mm-hmm. En dan, of voor mijn ouders. En hoe is dat? Ja, dat doe je. Dat hoor ik al vaker hier vanavond. Maar nee, dat gaat heel vanzelfsprekend. En ik doe het ook niet alleen. Ik ben dan wel de mentor van haar. En ik doe dus de reguliere dingen met haar. Maar mijn broer kan ik ook altijd inschakelen. Dus die is stand-by. Als ik zeg, hey, wil jij dit eens doen? Of zullen we dat doen? Nou, dan wil hij altijd meedenken. Dus ja, we zijn daarin wel samen. Maar dat hoeft niet te zijn dat we allebei dan op de voorgrond zijn. Hij heeft liever zoiets van, als jij zegt, wil je daaraan meewerken of zullen we dit gaan doen? Nou, dan is hij er altijd voor in. Dus ja, zo doen wij dat. En ja, bij mij zit dat misschien er ook meer in. Ik ben de oudste. Ja. Ja. Want ik kan natuurlijk niet iedereen over één kam scheren, maar op de voorgrond treden, dat hoeft zo nodig voor de mantelzorgers niet. Die conclusie mag ik wel trekken na dit uurtje. Ja. Ze doen het gewoon, jullie doen het gewoon, omdat je denkt, het moet. Ja, en ik denk ook dat het woord mantelzorg, dat is iets van de laatste jaren. Van kleins af aan doen wij dit al. Mm-hmm. Onze zus is een nakomer, 8,5 jaar jonger dan mij. We hebben heel bewust dus haar geboorte meegemaakt, maar ook haar ontwikkeling van baby naar jong volwassenen enzovoort met haar beperking. En dus wij zijn er ook altijd in betrokken geweest. En mijn ouders hadden ook zoiets, zij is gelijk aan jullie. We hadden dus ook nooit het gevoel van, tenminste ik heb nooit het gevoel gehad van ik ben second best. Ik moet wachten tot mijn zus haar belangen behartigd zijn. Zo is het bij ons ook nooit geweest. Ja, maar dat gebeurt wel eens dat mensen jaloers zijn. Ja, of zo, ja. Dat ze denken, ik krijg minder aandacht. Ja, nee, hebben wij ook totaal nooit zo ervaren. En voor ons is het dus ook heel gewoon geweest allemaal. Ze leefde ook gewoon op in Beringen, in de samenleving. Heel veel mensen kenden haar ook. Ja, dus ook het hele mantelzorg gebeuren. Ja, ik noem het geen mantelzorg. Ik vind het gewoon meehelpen in haar welzijn en welbevinden. En dingen die zij niet kan, die doe ik dan. Of we gaan het samen doen. Kleren kopen, gewoon alle administratieve zaken. Ja, dat is dan voor mijn rekening. Mm-hmm. En vind ik het dus een keertje dat we het samen moeten doen. Dus met mijn broer. Of dat we zeggen van, hey, we gaan een feestje vieren. Nou, dan doen we dat zo. En zorgen en zeg maar, zit toch al een beetje in het bloed. Want tegelijkertijd ook de afleiding is te zoeken in het onderwijs, geloof ik. Ja, dus ik kan me ook aansluiten bij de vorige sprekers allemaal. Ja. Van, wij weten wel wat nodig is, maar ook dat je kijkt van, wat is de behoefte van deze persoon? Ja,
Het zit er schijnbaar toch in. Ik heb voorheen ook nog zelfs in de zorg gewerkt, maar ik heb toch voor het onderwijs gekozen. Ja. Omdat daar toch meer op maat gewerkt wordt met kinderen en mensen. Dus, ja. Kun je je voorstellen dat iemand zelf een woonzorggroep eventueel wilt opzetten? Ja, kan ik me heel goed indenken. Het is een hele organisatie en het is ook een flinke battle, vind ik. Maar ik kan het wel begrijpen. En mijn zus heeft eerst nog bij een andere instelling gewoond. Want ze is ook vrij laat uit huis gegaan, rond haar 30ste. Die locatie was niet zo dichtbij. Daar werden ook andere manieren van werken gehanteerd waar mijn ouders zich niet zo in konden vinden. Plus, ja, wij als ouders of zus, broer, kijken toch anders naar ons familielid. En nu moet ik al heel goed opletten wat ik zeg, want ik merk ook heel goed het verschil tussen ouder zijn en zus zijn. Hè, mijn emoties zitten vaak op een heel ander niveau dan mijn ouders. En voor hun is het nog hun kind en voor mij is het een zus. Dus ik zit ook een graadje lager en daar ben ik me ook heel bewust van. Dus ik kan ook heel vaak met mijn ouders wel in gesprek gaan over de zorgen die ze hebben. Of als er iets is voorgevallen, hoe zij dat beleven, dat ik dan probeer even te relativeren en te kijken samen van, hey, hoe kunnen we dat aanpakken? Waarbij we niemand tekort doen, maar ook vooral iedereen in zijn waarde laten. En dat is denk ik wel een hele mooie, dat je een klankbord bent, maar andersom ook het klankbord bent, om te kijken, moet je daar misschien wel gefrustreerd over zijn? Of is die gedachte die jij hebt kloppend? Zou het ook zo kunnen? Die is denk ik nu wel heel waardevol, ook om balans te krijgen bij zorgen die ouders hebben. Ja. Als je dat zelf gaat opzetten, zo'n woonvorm, dan heb je te maken met, geloof ik, 4 wetten inmiddels, hè? Bent u een beetje op de hoogte? Van de wetten? Ja. Ik weet niet precies wat je bedoelt. De zorgverzekeringswet, even kijken, de WMO. Misschien staan we even bij als ik er eentje vergeten ben. De wet langdurige zorg, de jeugdwet. Ja, we hebben vooral te maken met de wet langdurige zorg. Wij gaan uit van 24 uur zorg. Mm-hmm. Echt jonge mensen die 24 uur zorg nodig hebben. Dus wet langdurige zorg. Ja. En voor een gedeelte heb je ook te maken met de WMO. Hè, omdat die gaan over het verstrekken van de hulpmiddelen. Dat soort dingen. Ja. Dus daar zijn we mee bekend. Want onze zoon is 27 jaar. En die heeft al vanaf zijn derde jaar ongeveer alle hulpmiddelen in huis. Dat is gesneden koek, al die regeltjes. Dat is redelijk gesneden koek, ja. Maar wanneer zou het kunnen om zo'n woonvorm zelf op te richten? Wij zijn een jaar geleden gestart. We hebben kennis gemaakt met een initiatief in Os, Slow Care. Misschien wel bekend, iemand iets van gehoord. Dat is een ontzettend mooi initiatief, waar ze dus afwijken van de zorg zoals die de laatste jaren geregeld is, maar echt opnieuw begonnen zijn. Nou, we vonden dat prachtig en we hebben daar heel veel kennis van kunnen overnemen. Die hebben we aangepast en we hebben nu zijn we daar ongeveer een jaar mee bezig. We hebben inmiddels een bestuur, een stichtingsbestuur. We hebben onze business case die bijna gemaakt is. En we zijn nu bezig om te kijken of dat er een gebouw is hier in de omgeving van Pelamaas. Waar wij 24 appartementen in kwijt kunnen. Okay. Dus wij willen 24 appartementen bouwen. Gaan we iets op het oog? Er zijn wel wat leegstaande gebouwen hier in de omgeving. Ik hoop nog niet dat jullie nu dit gebouw hier bouwen. Ik heb wel even rondgekeken toen we binnenkwamen. Dus dat biedt wel mogelijkheden. Ja, ja. Nee, dus we willen een gebouw waar veel ruimte is, binnen en buiten. Hè, omdat we ook denken dat, net zoals onze zoon, dat er veel mensen zijn die er komen wonen die rolstoelafhankelijk zijn. Mm-hmm. En die ook veel tijd in die woning door gaan brengen. Hè, want dat is, ze zijn heel afhankelijk, dus heel erg gebonden aan de plek. Dus het moet een fijne leefomgeving zijn, waar ze zowel binnen en buiten gewoon met plezier kunnen wonen en leven. Mm-hmm. En met de nadruk op leven, hè, niet met de nadruk op zorg. De zorg die is er en de zorg hebben ze nodig. Yeah. En daar moet voor gezorgd worden. Maar de nadruk ligt op prettig leven met elkaar. Ja, dat prettig leven. Zit uw zus nu te kijken?
Misschien wel, ja. Oh, dat is, ja. Niet zeker. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat mijn ouders haar ingeseind hebben dat ze moet kijken. Ja. Ze is wel fan van PNM. Ze is fan van PNM. Hoe heet ze? Ja, Imke. Dus als Imke aan het kijken is, nou, Ans doet het hartstikke goed. Dat kunnen we in ieder geval zeggen. Ja. Maar wat is het leukste aan Imke, nu ze toch aan het kijken is? Nou, ze is een spontane griet. Ze is veel onder de mensen. Nu in de coronatijd is het allemaal wat anders. Hè? Hmm. Maar anders is ze op maandag altijd werkzaam op Vincent de Paul. Daar doet ze klusjes zoals de was of tafels afvegen. En de andere dagen, dinsdag, woensdag en donderdag, is ze op de Groenling aan het werk. Ook binnen de ouderenzorg. Ze handbalt, ze doet aan line dansen, ze zwemt. Ik denk dat ze niet aan het kijken is, want ze heeft veel druk. Ja, normaal gesproken wel, maar momenteel zitten ze dus al die weken binnen in de woning. Ja. En het begint nu pas dat we contact kunnen maken in de vorm van eens op visite komen. En al, ik heb dinsdagavond toevallig buiten op het terras op 1,5 meter afstand een potje Monopoly met haar gespeeld. Kijk. Binnen eigen spelregels dan. Oké, okay, wie heeft er gewonnen? Toevallig heb ik gewonnen. Nou, dat vind ik nog niet aardig. Hè? Nou, daar kan ze heel goed mee omgaan. Oh, daar kan ze gelukkig goed mee omgaan. Ja. Hey, maar hartstikke bedankt hier voor de komst. Heel veel succes met uw initiatief. Ja. En wellicht zien we Imke een keer in beeld. Dat zou leuk zijn. Past. Wij gaan kijken wie Bart een bloemetje kon brengen. We gaan opnieuw een mantelzorger in het zonnetje zetten. We zijn in Beringen op de Kalmenshoek. Daar woont de Doer Lijste Smets. En haar vriendin Truus wil haar in het zonnetje zetten. Doer zorgt enorm veel voor haar man, Sjaak. En dit is hier op 9A het adres waar we moeten zijn. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. We zijn op zoek naar Door. Ja, die heb gewerkt. Hallo Door. Hallo. We zien van onkel PNM. Ja, dat vind ik. We hebben een verrassing voor u. Mogen we even binnenkomen? Ja, dat mag. Dat mag zeker. Kom binnen. Gezellig. Leuk Door dat we even binnen mogen komen. Ja. Zeker, ik vind het ook een hele verrassing. Ja, want je keek al even naar Truus, want Truus zit hij niet voor niks natuurlijk. Nee. Ik denk al, waarom komt hij op Friedrich morgen koffie drinken? Dat is niet vanzelfsprekend, nee. Op Friedrich. Nou, niet op Friedrich, nee. Normaal moeten we ook werken. We zitten mantelzorgers in het zonnetje door. En we hebben begrepen dat geen Ugon nog wel inzet voor een gemens. Een beetje wel, hè? Ja. Ja. Wat kun je erover vertellen? Ja, wat kun je erover vertellen? Dat avontuur veel ergens. Ik ben al vanaf 2018 in het ziekenhuis terechtgekomen, december. Ik ben in mei de route gekomen, toen ben ik naar Hoensbroek gegaan. Ik ben in oktober toes gekomen. En van december tot nu heb ik met de voeten liggen te knommelen. Ontsteking eraan, dan wanneer. En nu voor 4 weken terug hebben ze me geopereerd en hebben ze allebei de 2 tieren weggehaald. Dat is eigenlijk het. En vanaf die dat zie je alle mantelzorg. Dat waren. En wat hoort dat precies in? Wat doet je allemaal? Ja, wat doe ik allemaal? Die doen het morgens verzorgen, doen de stomme zorg, doen de zoer verzorgen, wassen, boterham klaarmaken. Dan ga ik werken en dan. Ja, dan ook weer alles. Kan eigenlijk weinig zelf. Op het moment, omdat het niet mocht lopen, heel weinig zelf. Dus dan moet ik alles. Alles nog doen. En met de corona moest we nog heel voorzichtig zien. Dus de boodschappen, alles beperkt. Ik laat alles bestellen. Nou, online ben ik ondertussen ook al wat handiger in geworden. Dus dat. Eigenlijk zien we constant samen bezig om, om de dijk door te komen. Ja. Wat betekent dat voor u? Nou, heel veel. Ik ging door het moment vanuit dat ze zoveel van me niet uit. Ik ben mijn huur lastig, dat ik pijn heb aan de stomen. En dan val ik mij uit. En dat mij niet van niet, maar het gebeurt wel. En ik doe er even goed, maar het vraagt ze dat allemaal voor mij. Veel om mijn huur. Dus alleen midden in de nacht is het vervelend dat ze dan. Dat zien de minder leuke momenten. Hè? Ja. We zitten mantelzorgers in het zonnetje.
En Truus heeft ons gemaild. Ja, dat is net wat Jack zei. Ik neem echt mijn petje verdoor af. En af en toe denkt ze van, ja, kost ze maar wat leid wegnemen. Maar dat ga ik niet, want het verhaal wat Jack vertelt, ja, dat is eigenlijk de helft wat er allemaal gebeurd is. Ja, heel veel. En wat ik me straks aan bedenken in de tijd, is ook nog een schoonzusje van haar gestorven. Door zijn moeder is gestorven. De mens van een goeie vriendin van ons is gestorven. Dus dat komt er ook nog eens allemaal bovenop, ja. En dan allemaal dat medisch gedoens allemaal. Maar eindelijk denk hebben ze wel gehad. Ze hebben een klein. We hebben een klein zo. Oh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Dat is ook leuk. Mm. Ja, daar kun je wel eens voldoening wel aan. En mannen. Ja. Ja. Daar leeft ze een half uur, hè. Ja, dat is heel wat. Ja. We hebben een bloemetje voor rug. Ja. Truus, het ligt op de grond. Wilt jij het uitreiken? Ja. Dat is wel zo passend. Ik moet niet te hoeven waar ik te nee. 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 Dankjewel. Ja, zo heel lief. Heel lief. En dankjewel voor alles wat je aan het doen ziet. Fijn. Ja, dat vind ik ook heel fijn. Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik ging naar de lotgenotengroep voor mijn broertje en zusje, omdat ik dacht dat het goed voor hun zou zijn. Maar later bleek het veel meer voor mij te hebben gedaan dan ik had verwacht. Ik ben Inge, ik ben een student en ik zorg al een paar jaar voor mijn moeder. Mijn moeder heeft een bipolaire stoornis. Het is een zorg voor mij dat mijn moeder dat heeft, omdat vooral de sombere periodes vaak langere tijd kunnen duren en juist alleen maar bergafwaarts kunnen gaan. Hoi mam. Waar ben je nu? De zorg van mijn moeder bestaat uit constant opletten of ze wel genoeg eet, genoeg slaapt of juist niet te veel slaapt. De dagritme wel op zich klopt en voor de rest in het gezin een beetje draaiend houdt. Ja, ik zie je vanmiddag. Doei. Toen ik wist dat mijn moeder werd opgenomen, ben ik meteen naar mijn mentrix gegaan. Zij heeft me doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon en via haar ben ik bij een groep terechtgekomen met andere jonge mantelzorgers. En ik ging naar die groep en toen bleek er een meisje te zijn dat bij mij in de straat woonde met een redelijk vergelijkbare situatie. Waardoor we heel makkelijk konden praten en als er wat was heel makkelijk naar elkaar toe konden gaan. Voor mij was die groep heel belangrijk. Het idee van dat je niet alleen bent, dat er anderen zijn met dezelfde soort situatie die je hier begrijpen, dat vond ik het fijnste. Nou ja, het zorgen is allemaal heel erg ingewikkeld met alles wat er thuis gaande is en ook mijn broertje en zusje. Maar het belangrijkste is toch echt wel om je zorg te delen. Dan kunnen mensen je helpen of gewoon begrijpen waarom je iets wel of niet doet. Een indrukwekkend verhaal. Eigenlijk hoor je op die leeftijd een zorgeloos leven te hebben. Maar hier ben je dan mantelzorger van je bipolaire moeder. Hartstikke knap. Aan tafel tussen geschoven Linda Jochems en Roger van Dijk. Jullie zijn de enigen hier vanavond die wel dichter dan 1,5 meter bij elkaar mogen zijn. Dat zijn jullie nou niet, maar dat had wel gekund. De ouders van een zwaar gehandicapt kind, als ik het goed heb. Tren van Dijk. En die lag al na 1,5 jaar op de IC, begrijp ik. Ja, klopt. Waarom? Tren is onverwacht geboren met een erfelijke spierziekte. En na 1,5 jaar kreeg hij een ontsteking aan zijn longen, waardoor hij beademingsbehoeftig werd. Ja. En op IC belanden. Dus hij is nu 6 jaar, hè? Ja. Ja. Kan zelf niet ademen. Kan niet slikken. Nee. Rijdt wel rond in een elektrische stoel. En dat gaat goed, geloof ik. Het gaat super. En hij is ook weer naar school. Maar dat vonden jullie waarschijnlijk een spannend moment. Ja, dat was zeker een spannend moment. Na 11 weken thuis te hebben vertoefd en mama voornamelijk de zorg heeft gedaan, want ik kon gelukkig wel nog wat gaan werken. Mm-hmm. Natuurlijk met alle regels in acht nemen. Ging dat super. Dus wij vonden het wel spannend van, hoe gaat dat nou op school? Ja. Want het is ook nog gevaarlijk. Als hij dan eventueel besmet is, dan hoort hij tot de risicogroep. Juist, want hij ligt 24/7 aan de beademing. Dus wat doe je dan nog? Wat kun je dan nog, hè? Ja. Als je al beademing hebt? Ja. Dan is er eigenlijk geen stap meer. Maar hoe zijn jullie... Kijk, het moment dat je weet dat het niet goed is met je kind, is dat niet een ontzettende zware tijd ook? Ja, dat overkomt je, dat gebeurt. En je gaat daarin mee. En voor je het weet, dan
in een IC. En dan achteraf speelt, ja, dan komt die film weer terug van, oh, hoe hebben we dat gedaan? We hebben even goed gewerkt. Je gaat, hè, iedere dag op en neer. Je moet s'nachts een keer weer terug, want dan ligt het kantje boord. Ja, en dat doe je gewoon. Dat. Automatisch piloot? Ja, ik denk het wel. Op dat moment zeker. En wat Roger ook zegt, eigenlijk achteraf kwam pas van, jee, wat was het voor rollercoaster? Ja. Want hoe moet ik de situatie nu zien? Waar is die nu? Tren heeft een niet-progressieve spierziekte. Mm-hmm. Dus het houdt in zijn geval, het begint slecht en het wordt alleen maar beter. Dus ook qua levensverwachting is het niet beperkt. De meeste spierziektes zijn juist andersom. Ja. Hij heeft dus in zijn jeugdjaren, dat heeft de neuroloog ons ook gezegd, de eerste 2 jaar zijn de cruciale jaren. En in die jaren is hij vaak op de IC geweest, waardoor hij dus uiteindelijk ook de beademingen over heeft gehouden. Dus nu is het vrij stabiel met die beademing. Hij doet het heel goed. En cognitief gezien is Tran als ieder ander 6-jarig kind. Dus hij gaat wel naar de speciaal onderwijs, naar methylschool, mm-hmm. maar volgt gewoon groep 3 onderwijs. Ja. Daar. Maar dat betekent dus, als hij nu 6 is en het zou straks steeds beter gaan, hoe zie ik dat dan voor me? Op welk moment is hij dan op zijn sterkste, ja, om het maar even zo uit te drukken? Dat kan ons niemand vertellen. We begonnen bijvoorbeeld met, hij kan dadelijk misschien zitten, hij kan, maar heel snel merk je, gaat je dingen afschakelen, want ja, dat gaat niet meer, dat gaat niet meer lukken, lopen. Daar hebben we het in het begin echt wel over gehad, ook de artsen. Maar ja, het is gewoon helemaal niks van bekend van zijn spierziekte. Nee. En dan zeggen ze ook, je moet niet kijken wat die over 1 jaar kan, maar jullie moeten kijken wat die over 10 jaar kan. Ja. Ja, 10 jaar, wie weet wat je... Hè? Dus, maar als er zo weinig over bekend is, dan weten zij het ook niet waarschijnlijk. Nee, weten ze ook niet. Dus dat zitten, ja, hij kan in zijn aangepaste rolstoel zitten en zijn aangepast stoeltje, daar kan hij in zitten als wij hem erin zetten. Mm-hmm. Met natuurlijk hulp, met steuntjes en van al. Ja. Dat, dan lukt dat, maar dat hij zelf, nee, dat hebben we natuurlijk ook al weggestreept. Ja. En dat lopen, nee, of traplopen, nee. Nee. Nee, dat zal hij nooit gaan. Het zal nooit lukken. Nee. Maar als hij verstandelijk gewoon helemaal bij is, hè, dan krijgt hij dus ook in de gaten van, ik ben anders dan anderen. Ja. Heeft hij dat dan in de gaten? Waarschijnlijk wel, hè, met 6 jaar. Ja, ik wil ook voetballen. Ik wil ook traplopen. Ja. Waarom kan ik dat niet? Hè? Ja, je spiertjes zijn heel slap. Ja. Hè, ik wil ook staan. Of ik wil ook, ja, dan probeer je hem een keer, als je een transfer hebt, dan probeer je hem een keer op je beentje. Ja, dan merkt hij gewoon van, oh nee, dat lukt niet. Nee, maar dan doet hij het met een rolstoel, met een bal, hè? Een hele grote bal, want dan verzin je toch wel weer de trucjes. Ja. En dan kan hij even goed meedoen, bijvoorbeeld met watvoetbal. Want ja, met de rolstoel, ja, hij kan er alles mee. Ja. Ja, dat is super. En u gaat werken nog, hè, geloof ik? Ja, ik werk voornamelijk buiten, dus dat kon, gelukkig. Want ja, 11 weken mij opsluiten, dan ben ik graag bezig en in de buitenlucht. Dus, maar ja, dan, als ik dan thuis kwam, dan kon Linda even een blokje om, even wandelen, even... Ja. Want ja, je zit toch maar continu binnen. En te zorgen, 24-7, ook s'nachts. Zijn er momenten geweest dat je echt dacht, nou, ik trek het niet meer? Waarom moet mij dit gebeuren, dit? Specifiek over de coronatijd bedoelt u? Of nou, in het algemeen? Ja, die coronatijd is niemand onopgemerkt voorbij gegaan, geloof ik. Maar ik bedoel, in het algemeen, dus ook met uw kind. Nou, op zich, tuurlijk. Hè, wat de sprekers hiervoor ook al zeiden, iedereen heeft wel een keer van help. En we proberen altijd het glas weer half vol te zien en door te gaan. En waar wij allebei heel veel afleiding in vinden, is ons werk buiten de mantelzorg om. Ja. En dat helpt ons wel heel erg om de situatie... Wat voor werk doet u? Ik ben verloskundige in het ziekenhuis. Kijk. En is het dan niet aan de ene kant, ja, ik ga misschien iets heel raars zeggen, heel zuur dat je de hele tijd gezonde kinderen ter wereld ziet komen. En dan zit je met een eigen kind die van het ene moment kwakkelt naar het andere moment. Ja, deels wel. In het begin heb ik daar ook best wel last van gehad. Hè? Als dan bijvoorbeeld iemand veel alcohol had gebruikt of drugs en daar werd een gezond kind geboren. Van de andere kant, als er wel een kind wordt geboren met een afwijking of mensen die zelfs hun kind af moeten geven omdat het overlijdt, voel je wel heel mee met die ouders wat ze doormaken en zijn ook heel dankbaar voor de begeleiding daarbij. Mm-hmm. En al die mensen die, en veel vrouwen die gewoon zwanger zijn en denken, oh, als mijn kind maar gezond is, hè, maar dat hoor je altijd zeggen, maakt niet uit of het een jongen of een meisje is. En als het dan eenmaal zover is en je maakt dit allemaal mee, kan je er dan net zoveel van genieten op de een of andere manier?
Ja, ik vond van wel. Het was natuurlijk in het begin wel heel onzeker van waarom ontwikkelt hij zich toch niet zoals we dat zouden verwachten. Ja. Maar wel, het is je kind, dus daar ga je voor. En je bent even goed trots als die wel een keer dat flesje in het begin nog wel dronk. En toen hij wel mee naar huis mocht. Ja, zeker. Dat zijn toch de momenten waar je dan de energie uitput. En komt de meeste zorg bij u terecht? Nou, we hebben sowieso gespecialiseerde verpleegkundigen die ons ondersteunen. En we hebben een heel fijn familie- en vriendennetwerk die ons ondersteunen. Dus wij hebben de mantelzorg iets breder dan wij twee alleen. Ja. Dus daar hebben jullie zelf georganiseerd eigenlijk? Ja, we hebben alles zelf georganiseerd. Ja. En per maand maken we daar een planning voor wie wanneer ons komt ondersteunen. Oké. En waar bestaat die ondersteuning dan uit? Nou, we hebben deels, wat ik net al benoemde, gespecialiseerde verpleegkundigen. Ja. Dus dat is via een thuiszorginstelling. We hebben dat deels via een PGB. En we hebben drie mensen uit ons mantelzorgnetwerk die ons ondersteunen. Ja, maar wat doen ze dan? Eigenlijk hetzelfde als wij. Tran heeft natuurlijk een buisje waardoor hij beademd wordt in zijn keel. En dat buisje is 4,5 millimeter groot of breed. Dus ja, zit daar iets van slijm of een propje snot. Dat is heel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Dus daar moet meteen actie op ondernomen worden. Dus hij heeft echt... Eigenlijk zeggen wij altijd, we hebben de IC thuis. Ja. En dat betekent dus, of het nou coronatijd is of niet, elke lichte verkoudheid is link. Ja. 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 Dus voor jullie is het algemeen bekend dat je 20 keer je handen moet wassen? Ja. Bij ons staat de desinfectie al vanaf dat hij thuis is. Bij iedere kraan hangt over een bordje iedereen die komt of die wil komen. Zorg dat je niet verkouden bent, want dan blijft thuis. Ja, Handen wassen. Als er veel mensen geweest zijn, dan wordt dan bij ons grondig gepoetst en de klinken. Ja. En dat zit er gewoon in. En nu zie je opeens heel Nederland zo te werken. Juist, ja. Dat is vreemd. Ja. Van de andere kant, ja, zo is hoe wij het dus eigenlijk al 6 jaar doen om alles buiten de deur te houden. Ja. En ja, nu met dit gevaarlijke virus is het natuurlijk voor iedereen van belang. Ja. Maar zo leven wij al 6 jaar eigenlijk. Ja, maar wij komen wel met rennen. Wij doen even goed de gewone dingen. Hè. We komen even goed op verjaardagen en we proberen gewoon normaal leven te leiden, net als iedereen. Hè. Mm-hmm. Het is allemaal net ietsjes lastiger natuurlijk. Hè. Je pakt hem niet eventjes op als je een boodschap of even ergens op visite. Ja. Het kost bij ons toch wat meer tijd en energie. Ja. We moeten toch wat meer spulletjes in de bus laaien om alles mee te nemen. Maar we doen net als anderen. Want je neemt toch bewust gewoon toch een bepaald risico. Dat je zegt, nou ja, het moet wel nog leefbaar zijn. Juist. Ja, nou, we hebben heel belangrijk. Met name de tijd op de IC, toen we de beslissing namen wel of niet na die beademing, hebben we eigenlijk samen met de artsen besloten, we gaan voor de kwaliteit van het leven. Ja. Mm-hmm. En niet voor de kwantiteit. Mm-hmm. En met name dan de kwaliteit van trends in leven. En wat is dat? Ja, dat hij toch naar school gaat en dat hij toch naar vriendjes gaat en dat hij toch meegaat naar die verjaardag. Mm-hmm. Met het risico van dien. Ja, want anders ga je op iemand heen een soort bubbel maken dat hij maar niet ziek mag worden. Ja. Dus dat is eigenlijk heel actueel in deze tijd. Maar dat is voor jullie al jaren aan de gang. Is er ergens misschien toch voorzichtig een vooruitzicht dat er gedachte wordt, nou, als hij straks 20 is, dan zou die eventueel zo opgeknapt kunnen zijn? Of is het echt gewoon gissen? Dat is echt gissen. Ja, spierziekte technisch is dat gissen inderdaad. Wat wel veelbelovend is dat er een nieuwe techniek beschikbaar is, gentherapie. Wat nu nog in de kinderschoenen staat, maar wat volgens onze neuroloog wel de toekomstmuziek kan zijn voor hem. Ja. Maar goed, dat gaan we afwachten. Ja, dat is zo vervelend. En dan komen ze weer met een nieuwe uitvinding en dan duurt het weer jaren voordat dat daadwerkelijk ook toepasbaar is. Ja. Dus dat is even afwachten. Dank voor jullie verhaal en ik hoop dat die toch dat die met sprongen vooruit gaat de komende tijd. Als we toch niet weten hoe het gaat, dan hopen we dat gewoon. Dank voor de komst. En Bart, die is, als ik me niet vergis, heeft een rondje gemaakt door de Pelemaas gemeente. En als het goed is, is hij nu in Panningen. Maar volgens mij dreigt het nu te gaan regenen daar. We gaan even kijken. Ja, geweldig weer is het buiten. We zijn maar snel naar binnen gegaan, want we hebben nog één cadeautje te vergeven. Eén mantelzorger gaan we verrassen. We staan nog binnen. En hier woont Mireille Houillet met haar man Erik. 20 jaar geleden kreeg Erik een zwaar ongeluk. En zij zorgt al die tijd voor hem.
En we zijn in hun woning. Hallo, goedemiddag. Hallo. Ja, de bel doet het niet. Nee, een bel zit er niet. We hebben geen deurbel. Want we zijn in jullie mantelzorgwoning. Hallo, we zijn in de mantelzorgwoning. Welkom. Ja, we overvallen je een beetje. Ja, nogal. Want Mireille, we zetten mantelzorgers in het zonnetje. Ja. En vandaag doen we dat bij jou. Ja. En ik zie dat jouw man Erik daar ook al aankomt. Ja. Wel even voorzichtig, want daar is de vloermat van de regen. En dat is met de kruk heel gevaarlijk. Ja, nou, daar kijken we even uit. Pas maar op, Erik. Want anders dan ga je me dadelijk over de vloer heen. En dan moeten we nog meer mantelzorgen. Ja, want jullie hebben het al best zwaar genoeg, denk ik, toch? Ja, nu met de corona is het niet altijd makkelijk, inderdaad. Nee. Want dan zit je helemaal 24 uur per dag op elkaars lip. En jij draagt meer zorg hier voor Erik? Ja, samen met mijn ouders natuurlijk, die hier langs wonen. Maar ja, ik draag een groot stuk zorg voor Erik, inderdaad. Ja. Ja. Ik wil werken en ik mag niet werken. Nee. Nee, want door de coronacrisis is iedereen ook vaak thuis. En, ja, ik werk van thuis uit. Ja. En Erik is geopereerd geweest. En is nog niet aan het werk gekund daardoor door de corona. Dus veel thuis zitten en veel samen thuis zitten. Ja. Ja. En dat al 20 jaar lang met elkaar? Ja, al bijna 20 jaar. Ja. Want wat was de aanleiding? Nou, Erik heeft een ongeluk gehad. En een behoorlijk zwaar ongeluk. Ik heb een motorongeluk gehad. Ja. Ja. 28 november 2000. Ja. Heb ik een motorongeluk gehad. Ja. Ik heb 6 weken in coma gelegen. Waarvan 20 had ik op IC gelegen. Dat is toch wel heftig. En een van de grootste beperkingen die hij over heeft gehouden is natuurlijk een niet aangeboren hersenletsel. Dat is een beschadiging in zijn hersenen. Mm. En dat brengt allerlei kleine dingen met zich mee wat niet meer zo goed gaat. Ja. En daar doen we het samen mee, hè? Ja, dat doen we samen. En dat is net iets anders dan wat andere mensen doen. Maar wij redden het er wel mee. Ja. We kregen een brief van ik denk jouw vader, Peter. Ja. Ja. En hij zei dat hij ontzettend veel goede dingen doet en het verdient om in het zonnetje te worden gezet. Ja, ja, het hoort erbij, hè. Als je getrouwd bent, dan hoort het erbij. Ja. Dan kies je voor elkaar en niemand heeft garantie wat het wordt. En bij ons blijkt het dit te zijn, ja. We hebben nog steeds heel veel plezier samen en we wonen hier prachtig samen. We heel veel steun van ouders en familie, dus ja. Wij redden het wel zo. Ja. Ja. We hebben een fly. Ik heb hem al op het aanrecht gezet. Ja, ik zag gezet. Het op het aanrecht gezet. Een beetje nat geworden. Een beetje verregend. Ja, maar het gebaar is natuurlijk niet minder om. Absoluut niet. Het gaat absoluut om wat niet. Jullie voor elkaar doen. En ik denk dat Erik dat ook enorm waardeert. Ja. 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 Hij snapt heel goed dat hij zelf is het heel moeilijk als je het alleen zou moeten doen, hè? Ja. En dat je daardoor de hulp van mensen af en toe... Ja, ik ben een hoop gek bij, hè? Ja. Ja. Je kunt niet alles meer zelf, hè? Nee, helaas niet. Nee. Nee, helaas. Maar samen doen we dat. En in de mantelzorgwoning, die is hier aan het huis gebouwd? Ja. Ja. Die hebben we 10 jaar geleden hebben we die kunnen bouwen. We hebben een oude schuur mogen verbouwen van de gemeente. En dat is een schuur van mijn ouders. Wat mooi. En die hebben we omgebouwd naar een woonhuis. Zodat op het moment dat ik niet thuis kan zijn en ben werken... dat dan toch iemand in de buurt is voor Erik, mocht het nodig zijn. Want ik heb begrepen dat ook jouw moeder ook veel doet. Ja, mijn moeder zorgt ook heel veel voor. Maar als ik het niet kan doen, dan doet eigenlijk mijn moeder het. Van ja, het eten koken en zo helpen. Maar zelfs morgens vroeg om 7 uur opstaan om steunkousen aan te doen en zo. En daardoor kunnen wij eigenlijk alles zonder dat we professionele hulp moeten inhuren. Kunnen we het gewoon zelf. En dat is lekker, want dat geeft een bepaalde vrijheid. Ja. Op het moment dat je dan een keer uit wil slapen, dan kan dat ook. Omdat je het zelf allemaal kunt doen. En dat is heel fijn. Ja. Wat mooi. Ja. Nou ja, je ouders staan daar inmiddels. Geef ze een dikke knuffel. Absoluut. En, geniet ook van de fly. Ja, gaan we doen. Dankjewel daarvoor. Zorg jij ook voor een ander en help jij hem of haar in deze moeilijke tijd? Ja, dat kan best lastig zijn. En heb je daar hulp bij nodig en ondersteuning, dan kunnen de medewerkers van Volkmeer dat bieden. Neem contact op
gratis met de medewerkers van Voorkomen via de contactgegevens hier onder in beeld. En wil je ook een bloemetje of een fly aanvragen om een mantelzorger te ondersteunen? Dat kan ook. Mail ons dan redactie@omroeppnm.nl. En wie weet staan wij dan bij hem of haar volgende keer aan de deur. Ja, wie weet, want we blijven dit doen. Een bloemetje sturen voor de mantelzorgers. Indrukwekkende verhalen, meer dan een uur lang. Dit was een speciale mantelzorguitzending. En nogmaals, dank voor het kijken. En blijf kijken naar Omroep PNM, want zo meteen komt het nieuws met een reportage van de uitvaart van Pastoor Verhaag. En daarna komt Nick met het weer. Nou, tot de volgende keer. Doei.